Welkom bij de persbabbel na de wedstrijd. Lierse Westerlo geëindigd op een 3-3 gelijkspel. Meneer Van Wijk, welkom. Graag uw analyse van deze wedstrijd. Ja, ik vond het een zeer spectaculaire wedstrijd. Ik denk voor de toeschouwers een zeer vermakelijke wedstrijd. Voetbalhoogstand was niet echt top, maar er was enorm veel strijd. Tackles, vrije schoppen, veel bal in de 16 meter. Komen wij een pak eens goed weg. En dan op een gegeven moment scoren wij dan twee goals, 0-2 voor en de rust. Ja, dan moet je dat gewoon proberen rustig te blijven en proberen uit te spelen. Nou, de Lierse wisselde twee man in de rust en die doen wat tactische omschakelingen met Traore en Gawa. Nou, dat pakt heel erg goed uit voor hun. En dan scoren ze op een fase dat je misschien kan zeggen van oké, fout op de keeper of niet. Maar de arbiter laat doorspelen, wordt meteen afgestraft. Nou, dan zie je dat wij toch een beetje het metier, de ervaring mis om dan toch rustig te blijven. Ja, en dan gaan wij dingen doen dat wij eigenlijk niet goed in zijn. En dan is het binnen 10 minuten in de tweede helft is 2-2. Nou, dan zijn het wel kansen over en weer. Waarbij een grote voor Lassada, die Van Langendonk heel goed pakt, anders is 3-2. En dan krijgen wij ook nog de kans met Schouten op de 2-4, de kopbal. Over Bikerfiets heen, die dan toch pakt. Maar dan moet ik eerlijk zeggen, dat was bij ons pompen of verzuipen. En dan een prachtige, schitterende goal van Koffie. Dat dan toch weer die wedstrijd naar ons toekantelt. Dan hoop je natuurlijk dat je het uit kan zingen. En dat je die druk kan absorberen. Ja, dat werd moeilijker en moeilijker en moeilijker. En dat vond ik wel een te vermijden goal. Dan is 3-3. Wat moet je dan denken? Twee verloren punten of één gewonnen punt. Ja, ik denk dat het wel een beetje daar in het midden legt. Dus ik ben niet ontevreden. Alleen allemaal om het feit dat clubs van ons kaliber het heel moeilijk hebben om punt op verplaatsing te halen. Dus dan pak je toch een punt op verplaatsing. Natuurlijk ben je wat teleurgesteld als je 2-0 voor staat en dan op de laatste nog 3-2. Om dan toch die overwinning niet mee te pakken. Ja, dan ga je gaan rekenen. Dan ga je zeggen van oké, 11 wedstrijden te gaan. Of nee, hoeveel? 11 wedstrijden te gaan. Dan hou je die buffer met Leeson op 8. Ja, Cerkel komt dan terug op 5. Je loopt een punt uit op Waasland. Je blijft eigenlijk gelijk dat puntje voor op Mechelen. En je loopt eigenlijk een punt in op Waasland. Of op Moeskroen, sorry. Nou, dan moet je zeggen, oké, die balans is dan wel positief voor ons. Alleen Cerkel komt terug. Maar oké, het is zo. En ja, je voelt het. Ik zit toch op twee gedachten wat ik blij of teleurgesteld moet zijn. Maar je moet gewoon zorgen dat je het nu weer gaat proberen aan te klampen met je thuisoverwinningen, waar wij normaal heel goed in zijn. En ik heb altijd gezegd dat op het moment dat onze spelers weer terugkeren uit blessure, dat we zeker wedstrijden gaan winnen. Daar ben ik 100% van overtuigd. Gnukbis op de weg terug is er nog niet helemaal. Godot was terug vandaag. Maartens komt binnenkort terug. Alleen dan Aulat en McDonald blijven nog een tijdje bij het stadion. Maar ik vond het wel een spectaculaire, aangename wedstrijd en een reclame voor het voetbal. En dat hoeft niet altijd academisch te zijn. Maar ik denk dat wij, en ik denk zelfs Lierse ook, want die speelt de laatste week ook heel erg spectaculair. Ja, toch een plaats in de eerste klasse verdienen. Het is altijd aangenaam om te kijken. Het is altijd met de bedoeling om aan te vallen. Het is altijd, en dan moet je kijken naar het aantal goals dat wij gemaakt hebben. Ja, dat is gewoon gigantisch veel. En dan hebben we zelfs een droogte gehad toen al die spitsen gekwetst waren. Dus ik denk dat wij wel een plaatsje in eerste klasse verdienen. Of behouden. Dank u, meneer Van Wijk. Mr. Kostic, welcome. You are replacing Mr. Sjanovic as he is suspended for this game. Please give your analysis of this game. Of course, at the beginning, we have mixed emotions because after the first half,
we should be happy with this point at the end, but how the second half started, we are not quite satisfied because obviously we are still progressing, and we got goals from four chances, we got three goals, and that was mistakes, how to say, most miss of experience because of the third goal. Should be our player more aggressive on the player with the ball, but at the end we hit two posts. Hernan 1-1 with goalkeeper, Masika 1-1 with goalkeeper, great shot of Rami, and I don't know, somebody can explain me why our goal was disallowed when the offside was, should be offside, but it was own goal, and the striker, our striker, was not in, when he received the goal, he was not in the offside position. So it's many chances in the second half, and we are proud that our guys, after 2-0, came together, stepped together, play more aggressive, and show the passion to win, show that can play brave football, and I hope that this kind of attitude will bring us 3 points in the future games, because we are struggling with this position on the table, which is not, of course, good for us, but the team is improving, and I know, we know that the results will come, and of course, with this attitude in the second half, we can play against any team in first league. Thank you, Mr. Kostic. Zijn er nog vragen uit de zaal? Christophe? Milos, is there an explanation? Like you said, second half, there was a very good spirit. Maybe in the first half, it was not the same. Is there an explanation for this? You know, as you know, it's a young team, you know, it's a mixed team of older and younger players, and when you have to win, the legs become very heavy, and it was very obviously that our player was under big pressure in first half, and we encouraged the players during the half, before the second half, that just play more aggressively, just play football, just many times, as the coach said, it was sometimes not nice to watch, but it was show a lot of power, a lot of aggression, a lot of tackles, and so with this kind of spirit we came out, and we reached this 1 point. The gap with the teams in front of you is growing, but you still believe that you can avoid this play of three? Yeah, of course. Look, as we can see, it's still quite a point, and in this league, everybody can beat everybody. So I think everything, of course, it's open, and we believe that we will reach this safe zone, that we will stay in first division.